tot en met zondag 1 november kan men in Heze smullen van kunst. In Galerie Debbo Paars gaf Ineke Voogd een toelichting op het kunstsmullen. Vervolgens trok het gezelschap naar het grasveldje voor de kerk. Daar vormden belangstellenden en genodigden een tableau vivant. En werd de multiculti totempaal geplaatst. Is een initiatief van Vluchtelingenwerk, Rotary Club, Opbouwwerk en Rode Kruis. Sluitend verhuisde dit kunstwerk naar de oprijlaan van het kasteel, waar het een onderdeel vormt van de kunstroute. In het prachtige gebied rondom het kasteel zijn in totaal 56 kunstwerken te bewonderen, zoals Mollen in het landschap, Het Rijk der Elfen, kunstwerken van Chris Derksen, Angela Groeneveld en Sjaak van Galen. Maar ook werkstukken van leerlingen van diverse basisscholen zijn te bewonderen in de natuur en in het perron. Bij winkeliers, horeca, het gemeentehuis en in het perron zijn 30 artistieke kijkdozen te bewonderen. Van donderdag 22 tot en met zondag 25 oktober zijn in Kasteel Heze van 11 tot 5 uur twee exposities. Een expositie Schildersdorp Heze, 1890-1940 en de expositie Eigentijdse kunst van plaatselijke galeriehouders.